Pad Nie Hard is een fliek wat zelf gemaakt is met een boodschap. Dus als we dit voor ons wil innooi na een plek te neem. Toen ek met die acteurs van die fliek gepraat het in die week, toen sê hulle wel, vir hulle is die groot thema is daar in die een kant, die tagline, vind jou ware noord. Weet, wat is succes vir jou, waarom toe vat het jou? En nie net, weet, hoe lyk jou pad na succes, maar hoe stap jy dit? En nog die ander groot thema is, in die fliek is daar die pa-seun verhouding. En hulle sê, dit is nie net weet, die aardse pa nie, maar ook iets van die hemelse pa. Weet, ons vader wat ons nooi en skatte wil gee en koeverte wil gee langs die pas of ons toe nooi na 'n plek toe. Wat met die vraag laat vrou, hoe lyk ons prentjie van sukses? Of selfs dalk eerder, hoe lyk hierdie plek want hoe God ons nou nooi? En Jesus het stories vertel oor die een storie is van iemand wat in een gewone veld hierdie skat ontdek het. En is asof ons ingenooi word om iets van in ons gewone lewe, net soof onder die oppervlak, is God besig om te werk. Is al iets om te ontdek. Nie een skat wat duur op een see rower eiland begrawe is nie, maar het is asof in een gewone veld in ons lewe, en dat ook iets van die uitnodiging is om met die skat te soek. God is hier waar ons is, ons hoef nie nog op die leer te klim nie. Hier so waar ons is God besig om te werk. Daar kom net 'n stop, bewus te raak van waar toe ons nooi, wat hy sê, hoe hy praat. Dis asof God praat met ons in ons werklikheid, nie wat ons hom kan hoor, kan verstaan, kan begryp. En hy geef ons hierdie spasie om selfs op hom te kan reageer. In ons lewens waar ons nou is.